Het normale leven keert langzaamaan weer een klein beetje terug. Maar ook de minder leuke kanten keren terug, namelijk auto-inbraken. Rotterdam-Nesselanden wordt op dit moment geteisterd door een serie auto-inbraken. Maar gelukkig is daar een Schiedamse uitvinding die ervoor moet zorgen dat inbrekers nog wel twee keer nadenken voordat ze inbreken in je auto. Trekker werkt met een landelijk netwerk van KPN, dat heet het LoRa-netwerk. Dat is speciaal gemaakt voor dit soort apparaatjes. In de trekker zit een heel gevoelige bewegingssensor, een trillingssensor. Dus als iemand aan de auto komt, dan stuurt de trekker eigenlijk meteen een berichtje via dat LoRa-netwerk naar onze applicatieserver. En onze applicatieserver stuurt dan weer een berichtje door naar onze mobiele app. En dan krijgen we een sirene op de mobiele app. Dus er is geen alarm op de auto zelf. Het is voor de auto zelf een soort stil alarm. Dus de inbreker weet ook niet dat hij al gedetecteerd is. Dus je bent eigenlijk al gedetecteerd terwijl die nog niet eens in de auto zit. Wat overigens ook wel heel snel is. Binnen 30 seconden, een minuut zijn ze in je auto. Maar je weet dus al dat er iemand aan je auto morrelt voordat er überhaupt ingebroken is. Het slimme apparaatje werd ontwikkeld naar een vraag van de gemeente Barneveld aan René of hij geen oplossing had voor de auto-inbraakgolf die de gemeente teisterde. Ja, dit is eigenlijk een bestaand product van ons wat eigenlijk bedoeld is als asset tracker. Dus daar kan je eigenlijk allerlei objecten mee volgen. En we hebben daar toen in samenwerking met de gemeente Barneveld hebben we daar een tijdschema in gemaakt. Waardoor de bewegingssensor eigenlijk alleen 's nachts werkt. S'nachts zijn de autokraakuren tussen 1 uur en 5 uur, zeg maar. En door dat tijdschema toe te voegen werd het opeens, in plaats van een gewone trekker, werd het een autokraaksensor. We hebben toen een pilot gedaan in Barneveld en die bleek redelijk succesvol. We gaan nu proberen om samen met de gemeente Rotterdam ook een projectje op te zetten. Als daar interesse is, zoals we dat ook hebben gedaan in Houten bijvoorbeeld, in Barneveld, in Amersfoort. Daar hebben we telkens in samenwerking met de lokale gemeente en met de politie hebben we projectjes gemaakt voor mensen die geïnteresseerd waren. En dat zouden we hier graag zouden we dat ook doen.